Goedemiddag mensen, het is vandaag zondag 7 juni en het is nu ongeveer, kijk, 5:30. En Nadia en ik gaan zometeen met Palmeira trainen en jullie kunnen haar onder andere kennen van haar YouTube kanaal en haar paripare Instagram misschien. En vanochtend hebben wij een bootcamp gegeven en de beelden die ga ik hier zometeen naast plakken, dus die kunnen jullie zo zien. En even kijken, wat gaan we doen? We gaan daar een keer even op de bokzak en daarna op het nieuwe apparaat dat wij hebben aangeschaft door Ronnie Rovers. En na de training gaan wij naar een het Libanese restaurant hier in Enschede, dat heet Habibi. Zijn we zelf ook nooit geweest, dus jullie gaan het straks zien wat we daarvan vinden. En ook als we het niet lekker vinden, dus blijf vooral kijken. Ik heb vandaag een outfit aan van Nike. Dat is een nieuw t-shirt dat ik besteld heb. Het is een dry fit, dus die zijn super fijn. En mijn Nike legging, die hebben jullie vast wel eerder gezien. Dus dat. Vijf, stoppen. Ga door, hou op. Vier, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie. Kom maar. Oké, dames en heren. Ik heb nu net een super mooie bandage gekregen van niemand minder dan Papa. Nu te bestellen op haar Instagram. Nou, dames en heren, Montana is nu bezig. Boxingapparaat. Ik maak 4 harde directes. En daarna 4 hoeken. En dit apparaat meet hoe hard je slaat en hoe snel je reageert. Nou, we zitten nu bij de restaurant van Habibi samen met. Tijd om te eten! Het zit tegenover de McDonald's, de KFC. McDonald's. Ja, dat vind ik ook. Ja, echt top. Leuke mensen, gezellig. Leuk live. Het zijn hele nette meisjes. Er is iemand jarig in de binnentuin. Hey. Gooi hem. Wanneer je wacht op het hoge recht. En ik denk dat het eraan komt. Hey, hey, hey. Pam, 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 Habibi. Hey, 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 hey. Mensen, Habibi was echt een ontzettend lekker restaurant. En voor mij krijgt het een 9. En jullie dames? Ook een 9? Ja, 9. Ja. Ja, ik vond het eten allemaal wel echt heel erg lekker. Top service. Je krijgt ook altijd een duidelijke uitleg met het eten, wat je krijgt. Dat weten wij niet altijd. Nee. Ja, dus ik zou zeggen. Aanraden, kom hier vooral eten als je in Enschede woont of in de buurt bent. Omstreken. Oh ja, en mensen.
reserveren op tijd. Laat ook even weten met hoeveel mensen je ook komt. Hieronder de link. Volg ze op Instagram. Vandaag dag 2 en we zijn onderweg naar Eindhoven. We gaan vandaag eerst naar Open Oma. En daarna gaan we boxen bij Ronnie Rovers. Zoals jullie gisteren hebben kunnen zien, hetzelfde apparaat die hij ontwikkeld heeft. Daar gaan we dus nu bij trainen. En ik ben nu met... Oh. Goed. En Thomas belt. Dat is ook vies. Yo. Zie je dat doen? Ja, jongens, sorry dat je het niet wist. Mijn guilty pleasure is Fristy. En misschien ben ik er een beetje te oud voor, maar dat boeit mij geen ene. Boeit me niks. Laat ik het daar gewoon op houden. Ja, en we hebben een nieuw teamlid. Sofia Kadori. En die komt vanavond ook mee trainen. Dus dat is ontzettend leuk. En mijn vader wil nog iets vertellen over wat Sofia nou eenmaal gaat doen bij ons. Ja, Sofia Dori. Ik heb een $100,000 gekregen voor mijn Japan reis. Maar dat praten. Ik heb een $100,000 toernooi geregeld bij reis. Reis. Gestrekte aan plus 10 centimeter. Waarom is dat voor die kickboxers leuk? Kan dus mooi zijn trappen kwijt. Nou. En daar is overal dat ik over praat, zijn specifieke trainingsvormen voor. En kijken wat één van de twee ziet. Want jij kan wel aan het boksen zijn, die stik van de spanning. Maar hoe meer je ze herkent, dit zijn de momenten dat je een pak voor gek krijgt dat je die oplaat. Wissel! Wissel! En trap je erbij, want blijf kickboksen. Nou, wij vonden het een superleuke training. Daarom zie ik er ook uit, het is lekker vermoeid. Hè, wat vonden we ervan, Shano? Ik vond het goed. Thomas, wat vond je van de training? Top. Okay, goed. Papa, wat vond je van de training? Daarna links afslaan. Ik vond de training goed. Dank jullie steeds. Vergeet jullie niet te abonneren. Ja, en Thomas? En te liken. Ja. En te delen. Wat moet je delen? De video. Oké. Okay.